onzekerheid, dat dingen verkeerd gaan. Het is eigenlijk, en dat zie je ook in ons hockey terug of in de sport, ze zijn bang om te falen. Falen is gezichtsverlies, falen kan eigenlijk niet, mag ook niet, maar tegelijkertijd leven ze constant in angst. En om Japanners zelfbewust te maken, dat is nogal wat hoor. Ja, nou ja, toen de spelen uitgesteld werden, had ik meteen een probleem. Want al mijn oudere spelers, die waren gedemotiveerd. Omdat ze hun carrière was gepland om juli afgelopen jaar, augustus afgelopen jaar te eindigen. Ze hebben kinderen gekregen en ze wilden zich gaan settelen, banen zoeken om verder hun leven in te delen. Ze waren ook. Ja, je wordt wat ouder, dus ook je wordt er niet beter op, of niet sneller en je hebt wat meer last van blessures. Dus de vraag was, gaat het nog door? En als het doorgaat, doe ik dan nog mee? En kan ik nog mee? En kan ik de druk van de familie nog weerstaan en van het werk? En kortom, het had een behoorlijke impact. En daar heb ik wel heel hard aan moeten trekken om met elkaar weer nieuwe plannen te maken, nieuwe doelen te stellen en vanuit vertrouwen weer verder te gaan. Daarnaast is het zo dat ja, er wordt luid en duidelijk getwijfeld. Maar die twijfel bereikt natuurlijk de jongens ook. En de cultuur die ik net schets, maakt ook dat ze dan heel snel de negatieve kant op gaan. Dus mijn taak is om steeds te zorgen dat ze het positief inzien. Dat ze bereid zijn te knokken, dat ze dus stapjes verder willen gaan dan ze normaal gingen. Want dat hadden ze eigenlijk al gedaan in aanloop naar juli vorig jaar. En toen het stopte, ja, toen brak er iets. En dat hebben we nu wel weer terug. Maar de intensiteit is een hele lastige, omdat we geen wedstrijden kunnen spelen. We kunnen alleen maar trainen. En als je alleen maar traint, dan op een gegeven moment is de lol daarvan ook het competitieve daaraf. Gaat er ook wat af, je weet alles van elkaar, je kent elkaar, het wordt een beetje vriendschappelijk, ze werken wel hard, ze willen wel winnen, maar dat absolute fanate, dat soms gemene, dat is er niet. En als je niet gemeen kunt zijn, kun je niet winnen. Wauw, mooi beeld, fascinerend, uitdagend beeld denk ik ook, maar dat geldt natuurlijk uiteindelijk voor iedereen. Ik hoop natuurlijk, Siegfried en Max overigens, dat jullie elkaar gaan treffen deze zomer. Zeker. Ja, Siegfried, dat wordt een mooie, dat zou mooi worden. Dank je wel voor dit korte rapport vanuit Japan. Ik kijk er naar uit. Sterk nog, ik ben er ook bij. Tenminste, ik ben voorbereid om te komen. Dus stel me niet teleur, hè. Beïnvloed die jongens daar. Dank je wel, Siegfried. Max, de Nederlandse omstandigheden, we hoorden u net uit Japan natuurlijk. Wat zijn nou eigenlijk jouw praktische, operationele, maar misschien ook wel politieke uitdagingen om het programma, want we hadden het inderdaad over wel verandering. Maar goed, dan wil ik ook wel graag even weten welke onrustfactoren rondom het programma allemaal beïnvloeden. Praten ze over de hoofdklasse CV, de clubs, de coaches, dat hele speelveld. Wat natuurlijk helemaal weg is uit zijn normale gewoonte. Maar opeens elke keer weer in het moment reageert. Ook op jouw programma. Hoe werkt dat? Politiek correcte antwoorden of de waarheid? Nou, misschien kunnen we ergens Moeizaam. een mooi midden vinden Nou, daarin. kijk, het is altijd interessant, want het gaat niet zozeer over wie gaat winnen zo'n discussie. Want je moet niet altijd gewoon gelijk hebben. Ik denk dat het gaat om, je moet als leidinggevende je dienstbaarheid horen bij de spelers. Wat is het beste voor hun op dit moment? Is het het beste dat ik ga nu, of de bond fel reageren richting de clubs of vice versa? Wat moet ik nu van de spelers gewoon verlangen, eisen, vragen? Ik denk dat wanneer de vraagstuk aan de context een goede match zijn, dan ontstaan dingen op zijn normale gewoon weg. Dus wij zijn, toen eerst de hoofdklasse vorig jaar werd stopgezet,
Wij schreven een programma voor de spelers erbij om fit te blijven richting het winnen van de Olympische Spelen. En het gevoel bij de groep was dat in elke Pro League wedstrijd waren we aan de stoom. En de jongens begonnen te vergelijken die stoomfase zoals pre-WK in India in 18. De parallellen van dit niveau intern en als groep. En, maar de programma's waren gericht op oké, je moet fit blijven, want Tokio gaat nog door. Toen Tokio niet meer doorging, de programma's zijn gelijk veranderd. Dus de context aanpassen naar oké, je moet alleen maar bijhouden. Ja. Niet meer richting een piekfase. Ja. Dat is mentaal voor de jongens ook totaal iets anders. Ja. Dus je moet ze dan met de rust laten, want ze moeten, zoals Schriftje terecht gewoon zei, ook verwerken de jongens gewoon zelf. Ja. En iedereen gaat daar anders mee om. Ouders, boys dat een tweede kind gewoon kregen. Ik ging stoppen, want mezelf ook inclusief, maar in de staf ook Auken. Rick Matthijsen ging van fulltime assistent coach naar een deels assistent coach plus clubcoach. Ja. En die dynamiek ook nog breng je binnen de club. Ja. Dus ik denk dat als je een lijst maakt van wat is essentieel om te behandelen, wat is belangrijk, en je begint bij wat essentieel is, wat de meeste gaat impact hebben op je cultuur, en dat ga je en mensen meenemen en mensen bevragen en gezamenlijk tot de juiste calls maken, dan kan je zo focussen op één ding. En de rest is gewoon alleen maar white noise, is gewoon ruis. En die ruis laat je gewoon links liggen. En langzaam ga je gaandeweg je programma de juiste calls maken bij een veranderde context. En je probeert, mijn learning is, je probeert niet te veel hooi op je vork te pakken. Je moet de juiste mate van calls maken op de juiste thematiek, met de juiste context. En dan ontstaan veel meer. Maar goed, in deze strategie, deze aanpak, deze benadering, kom je natuurlijk in gesprek met alle stakeholders. Ja. We hebben het er even over gehad. Ja. Er zit natuurlijk in de Nederlandse samenleving, dat zie je ook nu politiek, breed maatschappelijk, dat er wordt gepolderd, er worden gemiddelden gezocht. Jij een beetje een half uurtje later, avondklok, etc. Dat minder vinden. Hoe verhoudt zich dat tot high performance? Eerlijk gezegd niet. Ik denk dat high performance is het, elke dag je verliest. High performance door middel van polderen krijg je dus nooit meer terug. Dus dat is ook een risico dat je moet, of een gesprek dat je moet gewoon voeren. Alleen is het ook een goede kant aan polderen. Wanneer je de juiste mensen betrekt en hun mening wel vraagt om iets daarmee te doen. Ik denk dat de polderen model ook zou kloppen, want die heeft veel meer stakeholders aan boord. En het gaat om af en toe geven, af en toe stap terug gewoon nemen. En beseffen op welk moment wat van jou nodig is ten bevordering van jouw spelers. En van de high performance. Sommige discussies, bij deze, moet je zelf dus niet voeren. Dan moet je Jeroen Bel van voeren en ik moet dat dus niet mee bemoeien. Dus die gaat ook bij dus je strategie. Hoe ga je er hiermee om? Ja. Ik denk dat polderen is een negatieve uitdrukking wanneer het gaat om vergaderen om te vergaderen. Ja. Om in het midden te laten en kijken wat de rest van de wereld gaat van vinden. Ik denk dat polderen is positief wanneer je mensen wil bij betrekken. Aan de maar ik ben wel anders. Ik ben natuurlijk wel even op zoek naar dat ene punt, namelijk daar waar het midden vinden, hè, het geven nemen, even niet werkt. Hè, waarbij als je high performance programma's, en je had het over de weg naar een piek toe, er zijn een aantal dingen die moeten gebeuren, toch? Dat gaat gebeuren. Ja. Kijk, hier, ergens stel jij voor jezelf, wat is de minimaal voor ons noodzaak en nodig om iets te kunnen gewoon leveren qua prestatie. Ja. Wie een verlies is aan de beest altogether, maar presteren is wat onze job gewoon is. Ja. En die minimale is wat je gewoon aan vast gewoon houdt. En de kunst is, het begrip van de minimale, wat die anderen te brengen, dat is het belang zien van ons allemaal van dit goed te doen te bestaan. Ja. En daarna ga je in deze ook af en toe dingen gewoon laten. Bijvoorbeeld, in de laatste dag van de stage, er waren ook gepland in de middag cluboefenwedstrijden. Dat was niet de bedoeling.
9 januari. Ik denk, ga ik daar op springen? Ga ik daar een punt van maken? En ik denk dat die antwoord is, was nee. Dus wij zorgden de 9e in de ochtend dat de meetings dat we hadden om af te sluiten, dat klaar en dat de jongens bijvoorbeeld van Eindhoven kunnen op tijd zijn bij de club. Okay. Waarom zoeken dat moment? Daar heb je een beetje gegeven. Waarom zoeken een discussie dat eigenlijk gaat ten koste van de jongens? Ja. Weet je? En wat gaan we daarmee winnen? Ja. Dus in die details is waar de polderen slim is om goed te gebruiken. Waar ik denk dat een doorn in het oog is. We zijn als volk heel goed in het koffie drinken en vergaderen. Om te vergaderen. Weet je? En tijdens een vergadering gaat het telefoon aan tafel en mensen zitten te praten en mensen dingen te checken. En dat is zeer inefficiënt. Ja. Maar ik denk dat als wij, we hebben gewoon creatieve mensen, slimme mensen, eigenwijze volk. Ja. Dus waarom niet die eigenwijsheid en de kritische blik? Mijn idee was altijd dat in Argentinië ook altijd heel veel wordt gepraat. Dat was chauvinistisch. Dat is anders. Maar ik bedoel, ik vind polder niet per se een negatieve intermissie gebruikt op de juiste manier. Ja. Oké. Okay. Ik was natuurlijk een beetje op zoek naar die high performance spanning, hè, want die heeft zijn eisen, die heeft echt een eisenpakket. Ja, maar die minimaal hebben wij, die de minimaal hebben we bakken wij. Ja. En dat wordt niet aan getornd. Ja. Dit allemaal samenvattend natuurlijk, ben jij als mens, sta je natuurlijk in dat middelpunt van al deze gebeurtenissen, het team, wat zijn voor jou, je noemde er al eentje eigenlijk, personal learnings, hoe fijn het is om na vele jaren frequent reizen gewoon thuis te kunnen zijn, dat het opeens heel waardevol en zijn waarde ook, dat je die ervaart, maar als je praat over skills, je had het over skillsontwikkeling, met wat voor dingen ben je dan bezig? Want in ons gesprek heb je ook gezegd, ik heb mijn eigen learnings georganiseerd met digital learnings. Hoe ziet dat eruit? Ik had een steady aantal gesprekken elke week. Maandag was het 4 voetbalcoaches uit Spanje. Uit Spanje? En 2 hockeycoaches, 1 uit Spanje en mezelf. Hij heeft mij naar binnen geloodst in zo'n groep. Dus en nog steeds. Wie is de? De hockey. Andreu Henrik. André heeft mij binnen geloodst. Ja, de filosoof. Ja, onze filosoof. Hockeyfilosoof. Dus af en toe ben ik klaar met die gesprekken en denk van, ik moet dit gewoon laten bezinken, want het was veel te veel theorie en te gek. Ja. En dat was aan iets elke maandag. Oké. Okay. De woensdag heb ik zelf een groep bij elkaar gebracht van 4 coaches aan 1 speler. Ja. Juist vanuit de spelersperspectief. Ja. Alle 5 Argentijnen. Ja. En hun taak is, hoe ga ik Nederlands verslaan? Dus hoe ga ik, dat is wel de Argentijnse kijk op. Nou, strategisch, hoe gaan we Nederland verslaan? Van die 4 mensen zijn 3 oude bondscoaches geweest. Oké, wauw. In 2 landen. Dus wat ik met ze doe elke woensdag is letterlijk ga ik mezelf gewoon blootleggen. Ja. Keuzes, selectie, programmeren, inhoud. We delen video's van de trainingen. Ze maken van mij analyses over wat zij zien voor of tegen ons. En het is een zeer nederig exercitie. Want je gaat naar binnen en je denkt van, gaan we het redden in Tokio? Daardoor bedoel je? Er zijn mensen die niet schromen om te zeggen, dit vind ik gewoon fout. Ja. Dit is niet goed. Of dit is te weinig. Ik ga de donderdag een andere groep, ongeveer 60, 80 coaches, Argentijnse coaches, waar ze elke week iemand een topic ging uitwerken. Vanuit psychologen naar voetbal, physical trainers, tot en met voetbalcoaches. Ik heb gesprekken gehad met een aantal voetbalstaven, dat ik word uitgenodigd om met ze te gaan dealen en delen over learnings over high performance en coaching. Ja. Met de Schotse rugby staf. EFL? EFL, Aussie Rules. Ja. Echt een hele goede relatie. Dat is een andere groep. Ja, ik heb een hele goede relatie met de director of operations van de Brisbane Lions. En nu is hij de coach van de Kangaroos van North Melbourne. En ik praat met David en
elke week. En de voorzitter van Richmond Tigers ook nog heb ik regelmatig aan de lijn. En gaan we dingen delen met elkaar, voor elkaar. En, dus ik heb een steady group of learnings. En ik ging erin springen bij andere gesprekken die ik leuk vond om mee te maken. Dus ik begrijp eigenlijk waar je voorheen meer tijd kwijt was aan polderen en vergaderen. Ja. Heb je nu je eigen digital university ingericht? Ja, zeker. En ik denk dat als je dat moet kwantificeren in geld, qua ik denk dat deze tijd het delen met mensen en het learning, het leren vermogen, ik denk dat was het beste moment gewoon voor. Ja. Maar iets stoms zoals elke trip dat ik maak, ook vanochtend, zit er onderweg heen een podcast, onderweg terug een andere. Of misschien onderweg terug de andere helft, okay, zeg maar. Okay. Dus constant ben bezig tot ergens voor mijn eigen coach. Ja. Die zegt, hey, maar je moet stoppen met andere mensen luisteren. Moet je eigen gedachten op papier zetten, zeg maar, voor jezelf. Ja. Dat doe ik ook. Oké, dat is een personal coach, doe je ook? Elke week, ik wandel met Lotte. Met Lotte twee uur, ongeveer 2,5 uur in de Vondelpark. Wandelen met Lotte? Ja, in de Vondelpark met Lotte. En we praten over alles, maar vooral de cruciale topic voor mij was mezelf luchtig te maken, zeg maar. Dat we niet op alles gingen primair afreageren en iets van te vinden, te willen. Maar gewoon laten bezinken. En ik denk dat in deze tijd, dat was juist wel een hele goede ontwikkelingspunt voor mij als persoon, als leidinggevende en als coach. Laat ik dat nou echt nadrukkelijk gemerkt hebben, want ik weet vroeger, als er geen goud gewonnen werd, was je in staat om ter plekke ontslag te nemen en je excuses aan te bieden aan de wereld. Ja, dat was net iets anders, maar niet volgen. Daar ben je natuurlijk ontzettend in gegroeid als coach en ook door natuurlijk eigenlijk de fantastische leeromgeving die topsport voor ons ook is. Hè. Een omgeving waar je doorlopend wordt getest, diep persoonlijk, maar ook hoe je met andere mensen samen bent. Een van de voorbeelden van Nederland is dat bijvoorbeeld, we hadden in de stage Marijn Zeeman met ons een middag. Ja. En wat hij met die jongens sprak en deed was ongelooflijk raak. En we hadden hem niet van tevoren geïnformeerd over wat hij moet zeggen. En dat was ongelooflijk goed, maar wij wonen in een land waarbij het delen en waar andere mensen dingen bevragen is gewoon hartstikke makkelijk. Er is geen afstanden te overbruggen. Je hoeft niet in Australië 5 uur te vliegen van naar Perth of als Chaco deed. Weet je, als in Brisbane wonen en over het hele land gewoon vliegen. Wat kunnen we wel doen? Binnen half uur zitten we ergens om te praten. En de bereidwilligheid van mensen hier is heel groot. Jeroen Otter hebben bijvoorbeeld iemand dat ik graag hoor praten. Dat vind ik echt een koning met heel veel dingen en iemand die heel dat graag wil delen. En NOC heeft daar in mijn optiek een hele goede omgeving gecreëerd, waardoor het delen van, was gisteravond met Arno Havenra een beetje in het appen, naar de pottige Frank kijken, weet je. En dus dat closeness in hier is een van onze krachten. Krachten, dan kun je nog steeds ook, en vooral ook in deze tijd. Hè? Ja, zeker. Ja, dat je dat. Wauw, dus eigenlijk die blijvende ontwikkeling is niet alleen je persoonlijke ingrediënt, maar is natuurlijk ook wel een ingrediënt dat je als topcoach nodig hebt. Het is een must. Inderdaad. Als je nou praat over waar je in je eigen leiderschap jezelf het meest gechallenged hebt gevoeld het afgelopen jaar. Als je nou drie dingen zo of twee, dat maakt even niet uit hoeveel, maar even een aantal dingen benoemd van dit was voor mij echt pittig of hier heb ik even twee keer over moeten nadenken. Wat waren dan jouw grote onderwerpen dit jaar? Ik werk heel goed als ik op één ding focust, dus een Nederlands afval. En daar alles daarbij hoort, binnen en buiten het veld, zeg maar, echt totaal afgegroot. Ten dienste van spelers en staf natuurlijk. Dat vind ik wel leiderschap een dienstjob, zeg maar. Ja. Het niet weten wat gaat gebeuren na augustus 21, voor mij persoonlijk, dat is echt een challenge. Heb het zo even over. Want je doet het niet al bijna 11 jaar. Dus je bent gewend geraakt aan deze job te doen, zeg maar. En natuurlijk tussen jaar 1 en jaar 11 ben ik enorm veranderd en gegroeid. Ja. Maar het niet weten wat dan,
dat is wel een af en toe denk ik, wat ga ik doen per 1 september, weet je? Dat persoonlijk, dat is ja, de persoon gewoon zelf. Dat is misschien de meeste, degene die de meeste tijd heeft gewoon gekost ja. Tijdens de kerst en oude nieuw gewoon periodes. Kan je ook zeggen, dat zijn natuurlijk de periodes dat je even stilstaat bij alles en kerst, kan staan? Ja, was kerst oude nieuw. Ja. Die periode, daar heb ik veel over nagedacht. Ja. Ja. Met mijn coach veel over gesproken. Ja. Challenges, leidinggevende, ik denk dat het gaan komen. De grootste challenges in de volgende 180 dagen. Dat en al de berichtgeving, met dichtbij komen bij de OS, gaan ze wel of niet door. Daar zit een rol voor mij weggelegd. Ja. Om juist wel rust te bewaren en rust uit te stralen naar de spelers. Want je weet dat ik wel doe. Je merkt wel dat je neemt ze wel mee. Ja. Bewustzijn over mijn, wat ik uitstraal. Is een doorlopend thema natuurlijk. Kijk, ik moest heel even, wat je net zei, dacht ik, ja verdorie. Kijk, ik ken natuurlijk helemaal niet de omstandigheid dat je naar een toptoernooi je voorbereidt en dat je wordt afgestopt, wat nu gebeurd is. Ik weet zelf ook dat langzaam de hormonen beginnen langzaam harder te borrelen. En dat komt tot expressie tijdens zo'n heel groot evenement. Ja. Ik kan me ook zo goed voorstellen wat er overkomen is jou met je staf. Maar ook natuurlijk met je spelersgroep. Is dat je uiteindelijk niet naar dat punt hebt kunnen komen waar je je piek gaat halen. Dat is een raar soort. Ja, maar ik zei in de beginfase, een van mijn kwaliteiten, denk ik dat ik kan heel goed mee omgaan met verandering, omstandigheden en chaos. Okay, maar binnen de chaos, ik ben heel hoog op detailen gericht. Dus ik heb echt de heel stand daarbij kunnen bij neerleggen. Ja. Want ik dacht, oké, als ik hier ook nog als leidinggevende, ga ik ook nog in de malaise van alle berichtgeving volgen, social media volgen, bij elke bericht iets van vinden, dan ga ik iets uitstralen naar de rest van de mensen waar ik op dienst werk, zeg maar, mijn spelers aan mijn staf, die niet de juiste call gaat zijn. Dus ik heb mezelf daar echt een beetje, oké, control the controllables, wat kan je focussen, waarom zowel, welke mensen moet je vroegtijdig meenemen, welke mensen moet je gewoon alleen laten, dat ze moeten zichzelf eerst hervinden. Dus ik ben niet milder geworden, maar alleen maar geëist wat moet geleverd worden op de juiste momenten. En voor de rest heb ik geleerd om, laat het gewoon gebeuren, dit moment moet zo zijn. Ja. En dat was een challenge voor mij, want kijk, het moment dat de OS waren verplaatst een jaar later, mijn brein zegt, oké, vanaf morgen gaat het weer beginnen. Ja. Dat is er wel zo. Ja. Alleen bij een speler 25 gaat niet allemaal gelijk zo klaar voor zijn. Ja. En er zijn nog steeds privé situaties dat of overlijdingen of geboortes of wil ik niet nog een jaar verder, zoals Steven net zei. Ja. Er waren jongens, ze hadden iets als staan voor nu. Ja. Het veranderde in mijn staaf dat bijvoorbeeld onze arts. Ik had Siegfried ook een beetje zeggen. Ja, onze arts, bijvoorbeeld Connie had een partner en per 1 januari de partner ging op pensioen, dus Connie stond alleen gewoon voor. Kon zij als onze arts zich geven over een jaar gewoon extra. Ja. Rick ging van fulltime naar parttime coach. Ja. Wat betekent dat voor ons en voor de groep? Dus al die processen, dat moet je managen aan de voorkant. Dus omdat ik zit hoog op detailen, dus ondanks mijn verandering stijl, je leert van tevoren dingen op te pakken. Dat kost mijn energie, want dat is niet mijn natuur. Ja. Dus ik heb het gevoel dat aan de bevestiging van de stage, daarom dat we hebben heel goed gemanaged aan de voorkant al deze processen. We zitten nu op een hele goede plek. En de volgende challenge gaat komen, omdat misschien morgen komt een andere berichtgeving over iets. Maar ik heb besloten om ook thuis, om te respecteren de regels die Rutte en de ministerraad aan ons gaat vragen. Ja. Ja. Maar voor de rest ruim een jaar van social media af. Toevallig vandaag via Instagram, omdat ik wil mijn vrouw in het zonnetje zetten. Maar ik heb besloten om één keer per dag naar het nieuws te kijken met mijn kinderen, de jeugdjournaal. En als ze iets, elke persconferentie met Rutte hebben gekeken, geluisterd, gehoord. Wat betekent dat voor ons? Met andere mensen gewoon over had, maar niet van de baan van de dag. Oké. Ja. Leiden. Ja. Oké. Nou,
Ik wil nog heel even terugkomen op je periode na Tokio, ja. Hè, hoe je daar naar kijkt, daar had je het net ook al heel even over. Vanzelfsprekend de indrukwekkende reis die je in het hockey nu hebt afgelegd. Ja. Wil je daarin door, of daar kan je natuurlijk ook, hè, dat lijkt me ook heel erg voor de hand liggen. Vanzelfsprekend zou ik je het liefst willen uitnodigen in het Sport Leadership programma. Laat het even voorop staan. Ja. Dus ook je keuzes heel erg bepalen. Ja. Zie het niet als iets wat je volledige leven zal overschaduwen. Ja. Maar alleen zal verrijken. Net zoals de wandeling met Lotte door het Vondelpark. Zeker, zeker. Kijk, ik zie in de foto's een paar echte mensen waar ik de eerste keer, de eerste sessie heb meegemaakt. Ja. Naar Nijrode. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben iemand die, die heel erg eerste indruk op bepaalde gevoelens bij mij cruciaal zijn. Mijn buikgevoel moet kloppen. Ja. En toen klopte het helemaal niet. En toen heb ik echt vroegtijdig de eerste weekend gezegd, dit is mooi geweest. Ja. We hadden best wel veel anders voorgesteld. Ja. Dels is niet Dels, het is grotendeels mijn keuze, mijn schuld die niet dat doorgezet heeft. Maar waar ga ik naartoe, naar Tokio? Ja. In alle eerlijkheid, ik denk dat mijn krachten liggen bij high performance. Ja. Mijn krachten liggen bij niet alleen bij onze sport, denk ik. Ik heb de laatste 28 jaar Olympische Spelen meegemaakt achter elkaar, speler aan staf. Ja. Dus dat is best wel wat van processen en van keuzes en van programmeren en van leidinggevende. Dus ik ben nu in een periode waar ik laat het gebeuren, ik laat het gewoon op mij komen, maar ik ben zeker niet alleen maar hockey coach op uit. Nee, ik ben alleen maar breed aan het oriënteren, maar is meer alleen maar met mensen koffie drinken. Dus, in alle eerlijkheid ben ik open voor alles. Ja, maar liefst natuurlijk iets met een high performance. Ik denk dat high performance en sport is waar mijn skillset op die moment gewoon zit. Maar, dat is een heel breed veld is dat natuurlijk zeker. Uiteindelijk. Hè? Dat is nou kijk, als ik luister naar een docu of ik kijk naar een docu van Chasing the Sun van Zuid-Afrikaanse rugby, de test bij Prime met Aussie, met Aussie Cricket team. Ja. Die docu van de test van Aussie Cricket na de debacle van Zuid-Afrika met de sandpaper schandaal, heeft mijn liefde voor de coachen weer naar boven gebracht. Justin Langer, de coach van het cricketteam. Elke gesprek dat hij had met de spelers, elke teammeeting dacht van, oh mijn god, dat is die dag met mij in die hotel, met die speler, op dat moment. Ik heb zoveel dingen kunnen wel herleven. En hij heeft bij mij iets losgemaakt dat ik, waarom ik van deze baan van nog houd, zeg maar. Ja, dat is wel mooi. Ja. Maar ik denk altijd, als ik kijk bijvoorbeeld naar Code Geel, de laatste van Jumos Visma, de laatste docu, ik denk, oké, kan ik iets in die auto bijdragen? Wat zou ik wel kunnen doen? Of in de bus? Of als ik kijk naar of ik praat bij andere sporters of andere sporten, en ik denk, kan ik daar iets mee doen? Wat zou ik daar wel kunnen doen? En waarom? En dus ik probeer mezelf te verplaatsen, te verbeelden in andere context, om te gaan zien van, kom ik uit de kaart, zou dat wel kunnen. Ja. En dus en kom ik ook zo op ideeën. Ik kan geen sport kijken, ik ben heel nerdig geworden, ik kan geen sport kijken zonder die bril, door die bril heen. Ja. Ja. Ja, heb ik zelf ook. Sterker nog, bij exact dezelfde documentaire heb ik ook gekeken van, waar zou je iets nog in kunnen toevoegen? Vanuit het kennisgebied, hè, wat je natuurlijk uit maar, de ja. En zeker, je gaat tekort komen, hè, want er is een aantal sportspecialistische eigenschappen zeker. Die je dan weer niet beheerst. Maar je ziet ook natuurlijk een enorm veld van mogelijkheden. Zeker. Hey Max, dankjewel. Graag gedaan. Ik wens je zoveel succes, jongen, voor de komende zomer. Voor jezelf en voor Nederland. Gaat lukken. Vooral ook voor de periode erna. Ja. De uitnodiging staat. Ik zou er graag tegen die tijd. En in dat verband denk ik ook. Ik denk dat alles heel erg mooi samenkomt. Ik heb namelijk heel spontaan een boek voor je gekocht. Dat komt uit mijn hart. Mooi. Ja. En dat is een boek dat heet Great Thinkers. Ja. Het gaat over de grootste denkers van de wereld. Ja. Je mag nog niet helemaal in het rijtje van Einstein. Nee, dat zou nooit durven. Aristoteles staan. Zou nooit durven. Maar het is wel heel goed om in de schaduw van dit boek daar heel veel van te leren. Ja. Jongen, ongelooflijk, dankjewel. 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 Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel.
Ik wilde heel graag overgeven aan Bartel. Want Bartel gaat afscheid nemen van ons allen. Max, ook naar al onze alumni wil ik eigenlijk samen zeggen van dankjewel dat je de alumni event hebt afgetrapt. Want dat is het eigenlijk wel een beetje. En wij hopen heel erg op natuurlijk een vervolg. Ook met andere topgasten zoals Max. En ik wil graag doorgeven aan Bartel. Ja, dankjewel Max, Thomas, Siegfried voor jullie openheid, de mooie vragen en de reis. En ik kan jullie allebei het beste gunnen in deze onzekere tijd. Dankjewel. Ja, hoe ga je om met onzekerheid, maar vooral hoe ga je om met je eigen kennis organiseren? De afgelopen periode en de komende periode is een time-out voor jezelf. En hoe maak je daar gebruik van? Hoe organiseer je je kennis? En hoe zorg je ervoor dat je je nog beter ontwikkelt? Het is een vraag die wij onszelf ook stellen als SLP-team. Hoe gaan we zorgen dat de alumni jullie ook bij ons betrokken blijven? Nou, één ding kan ik je zeggen. Wij blijven dit soort sessies, zeker nu, regelmatig doen. Dus we komen snel weer bij je terug voor de volgende sessie. En daar is één praktische vraag. En dat is fijn als jullie dat even op de chat zetten. Hebben jullie een voorkeur voor de week ergens in de ochtend of een weekend in de ochtend? En wij nemen dit op, dus wij kunnen zien wat het beste moment is. Dus even korte A of B, weekend of week. Dan kunnen we op basis daarvan de volgende sessie bepalen. Er komt veel week, hoor ik al binnen. We gaan het helemaal analyseren, daar komen we op terug. Tweede, waar we zeker dus nu mee op terugkomen, dat zijn de alumni intensives. Speciaal bedoeld voor de vier SLP-groepen. Die hebben aangegeven om een vervolg te maken op en inhoud en persoonlijk leiderschap. En daar gaan we nu heel concreet werk van maken om de SLP-alumni ook een mogelijkheid te bieden om add-ons intensive te volgen. Dus daar komen we bij op terug. En natuurlijk de SLP-5 die over 2 maanden gaat starten. We zijn ongelooflijk blij dat het wordt een super mooie groep, SLP-5. En we gaan starten met 2 waanzinnige modules eind maart. En ook zullen we de alumni daarvan op de hoogte stellen wat er precies gebeurt. En in de meest brede zin, het is een uitnodiging om bij elkaar te blijven, kennis te delen. En juist nu om op een inspirerende wijze te kijken wat wel kan. Want er kan zo ontzettend veel. Ik wil jullie bedanken. Ik wil nogmaals de sprekers, Siegfried, Max, Thomas bedanken. Maar ook natuurlijk de mensen die hier achter de schermen, die jullie niet zien, van de HVA Campus Creators, ongelooflijk bedanken. Mike, David, Tijn, Lia, Lea moet ik zeggen, ongelooflijk bedankt voor het organiseren van deze mooie seminar. Heel langzaam worden we professioneler en we komen terug. We wensen jullie een ongelooflijk goed weekend. Stay safe en tot snel. Dank jullie wel, jongens.